op. Ho, ho, ho eens even. Wacht eens even. Dit rokkelt ons allemaal niet veel wegzien. Laten we het de Vrij noemen. Vrij! 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 Wacht even, onze pielaars. Praat me niet over Vrij. Het is hier altijd strijd. Strijd! 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 Wat gezegd, Bob? Het is een pierenwaaier. Het is er niks als je twist. Twist! 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 Zeg jongens, laten we de kop erbij houden. We liggen hier nog te strijden over die kwaaie grond hier. We kunnen toch beter land verdelen en niet strijden? Wacht eens even, Bob. Laten we een grenspoort plaatsen. Dat werd van dan iedereen van beschermd. Ik ben het niet meer de wens, Borgense pierenwaaier. Maar voor dit ogenblik, houd ermee. Kom, we gaan. Twist is vrij! 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 Vrij! Ik vat hier de apparaat. I've heard there was a secret call that David pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and your major lift, the baffled king composing. Langveld, daar nou niet eens wat meer werk van maakt, waar? Ja, dat snap ik nou ook niet. Nee. Maar dan zullen we maar wel. Toch van een duvelaat. Hé, hey, Tontje. 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 Hoe is het met jou? Jij bent zeker weer druk, hè, met potten maken. Ja, maar dochter. Ja. 7 dagen in de week. Die twee boeren, die brengen met het jaar rommel en meer rommel naar de fabriek. Oh, hé, Tontje. Wij, hè, wij hadden het er net over dat jij het voor mekaar hebt gekregen. Terwijl wij hier nou een eigen school hebben. Ja, maar weet je, dat wij hier nog geen eigen kerk hebben, hè? Oh, dat is eigenlijk nog een veel groter gemis. Ja, ja, en jij weet het, hè? Voor de mis moeten we helemaal naar Bloemen. Dat is een uur lopen. Dat is een uur heen, maar ook een uur terug. Ja, ja. Oh. Ja, ik weet het, Hanna. Ja. Het is een hele tijd geweest dat de pastoor van Ploon het heeft weten tegen te houden. De pastoor van Ploon, die is zeker bang dat hij een hoop goede kerkvolk zal verliezen. Maar volgens mij hebben ze in Ploon kerkvolk zat. Ja, ja, kijk. Maar begreep ik al nou goed? Zeide jij nou dat de pastoor het tegen hij gehouden? Maar... Heb jij nou eens? Oh, ik had gehoord dat jij de deur bij... Bisschop van Diepen in de bos plat loopt. Luister. Dat
zitten we aan te komen. Ja. Maar niet verder vertellen. Nee. Hé, toe, vertel op, we zitten aan te komen. Nou, toen ik leest bij een bisschop was in een bos, ja, had hij mij durven wezen naar de poorters in de rips. Oh. En die mogen ons nou van een bisschop aan de gang helpen. Oh. Maar ja... Maar wat vindt de pistool ervan? Die heeft zich er al lang bij neergelegd. Oh. Het gaat gebeuren, dames. Oh. Het gaat gebeuren. De twist krijgt een eigen rectoraat met een eigen kerk. Oh. Maar ja, voor een bouw zullen we nog wel wat geld bij hem moeten zien te krijgen. Oh, Tontje, dat is echt goed gedaan, hè. En ik weet zeker dat een hele twist er blij mee zal zien. Ja, maar... Van ik zal het niet zien. Is het wel? Nee, zeker niet. De hele kerk bij hen kost 36.000 gulden. Wow. Nou heeft de gemeente Zandbeek 12.000 gulden toegezet. Ja. En de gemeente Vierlingsbeek 2.000 gulden. Huh? Goed, Mits. Dat is een bierstige hoop met geld, hè? Ja. Maar dat is nog zeker niet zat, is het wel? Nee, zeker niet, Hanna. Nee. En waar we tekort komen, daar zullen we als dorp zelf bij hem moeten zien te krijgen. Oh. Ik gooi nou samen met Van Handel de kaart trekken. Ik weet zeker, hè, als ze hier weten dat ze niet meer helemaal een ploeg naar de kerk hoeven, trekt iedereen de portemonnee. Maar daar hebben we ook al iets op bedoeld. Oh. We zien van plan om iedere boer te vragen één koe te verkoeren. Oh. En een opbrengst, die is dan voor de kerk. Ja. Maar één koe! Op die één koe! Ja. Oh, maar dat is... Dat is verrekkers veel. Ja. Oh, maar, ja. Dan denk ik dat het wel heel veel zal zijn. Maar ik ga ervoor. Ik gooi ervoor. Ja. Juist om de kerk in Westerbeek te helpen. Mag jij zet houden? Ja. En ik zeg het maar zo, hoor. De eerste klap is een daalder weg. Ja, precies. Ik gooi aan de gang. Ja. Maar in dran. Muntje dicht. Ja. Ja. Dat is kei mooi, man. Ja, ik gooi het juist vertellen. Ja, ze hadden een eigen kerk. Maar ja, toen moest er ook nog een eigen dorpsnaam komen, hè? Ja, want er waren mensen bij die vonden dat een twist verkeerd kon worden uitgelet. Dat het te veel te maken had met ruzie en met strijd. En daar wonen ze vanaf. Ja, en dat weer heel speciaal aangepakt, hè? Met een hele speciale commissie van samenwerking. En ja, daar zat rector Heuvel zat erin en hoofdonderwijzer Grijsbach en gemeenteraadslid Handrie van Handel. Ja, en alle andere notabelen van de twist, hè? Ja, en toen werd er ook nog een vergadering belet in de school, hè? Waar heel de twist van weer genuit. Ja, en Tontje Verlangveld, die was er ook. En hij dacht dat ze zijn naam wel zou kiezen als oprichter van het dorp. Maar de naam Langveld, die weer nog niet eens in stemming gebracht. Nee, dat zei hij wel. Maar over al die andere namen waren ze toch bij lange nog niet eens, wat? En de stoelendans begon. Ja, kijk, dat zullen ze al hebben. Geradesoort. Nieuwbeek. Westerbeek. Muziek. Godverdomme. De twist. Ja, dat is van een bomen. Die hoor je niet van de twist af. Maar hij viel zelf als eerste af. Dan moest immers een nieuwe naam komen. Muziek!
ik, de kerk ben maar één stem uit van de bedenker eens. Ja, die kost natuurlijk ook in pakken, dat weet je. Ja, en rector Heuvels, die van de gradesprochie, die dacht zien kunnen wel achter zich te krijgen. Maar die kwam bedrogen uit. Beste dorpsgenoten, het lijkt mij een goed idee om ons mooie dorp om te dopen tot geradesoord. Daar zal onze bedevaart ook zeer mee gediend zijn. Muziek! Verdomme! Ja, dat wieren dus ook niet. Dat moet maar echt een helge dan bijna toch wel gruwelijk pijn gedaan hebben, hè? Nee. Want de meesten vonden dat er toch wel beek in moest zitten. Want de een helft van het West die woonde in de gemeente Zambeek en de andere helft in de gemeente Vullingsbeek. Vandoor, muziek! Het weer nog spannend wat, Kleist. Ja, zeg dat wel. Want op Kleist ging je tussen Nieuwbeek en Westerbeek. Hey, en weet je wie dat er won? Ja, eigenlijk had Nieuwbeek de meeste stemmen. Maar ja, toen was het vast dan nog naar de gemeente Rood van Zandbeek. En die kozen voor Westerbeek. Ze zeggen de André van Handel dan nog al de handen had gehad. Ik had toch gewonnen? Zeg maar, dacht ik dat door de koos mee af was. Net zo min, want de helft van de grond van het West die lag weer in de gemeente Vullingsbeek. Ja, en die gemeenteraad die moest er natuurlijk ook nog wel wat van vinden. En door waren er weer voor een vast te houden aan de West. Ja, en toen kwam de commissie van samenwerking weer bij elkaar. En rector Heuvels die dacht dat hij wel een oplossing had gevonden. Die kwam met een nieuwe naam. Nieuw Westerbeek. Ja. Nieuw Westerbeek. Toen zou het van hier een mol vast. De ene praatte over Westerbeek en de andere over de Twist. Ja, en toen brak de oorlog uit. En de mensen, ze hadden wel wat anders aan de kop. Maar ja, krijg midden in de oorlog, weer de Twist zomaar een eens bij de gemeente Ploer gedood. Ja, en toen werd er op provinciehuis in het bos bepaald dat het Westerbeek zou moeten worden. En zo is het gekomen dus. Kom maar door. Nou weten we dan maar wel. Je kunt de pot om in de Westerbeek. De Twist blijft een Twist. Godverdomme!